Dames en heren, hartelijk welkom bij vrachtwagenchauffeur 10. Waarom het Vincent op de weg? Ik. En vorige keer hadden we een lading, we gingen naar Tsjechië en we gaan kijken of we dat gaan halen. Ik denk het wel, maar ja, met mensen die 110 km op de snelweg gaan, wordt het misschien wel een lastig probleem. Oké, people, let's go to work. Ja. We zitten op die prachtige brug die we vorige keer lieten zien. En wat een mooi uitzicht. Prachtig omgevingen. Prachtig omgeving. Die wolkje zo, kijk nou, het leven is echt. Nou, dat mag ik best zeggen. Die wolken zien er best realistisch uit in het spel. Even kijken van een achteraanzicht. Het spel ziet er niet lelijk uit. Ik snap niet of je dat kan zeggen over dit spel. Het is natuurlijk, ja, het is allemaal niet echt natuurlijk, maar dat kan je bij elk spel zeggen. Dus ik heb zoiets van YOLO. En ik zat te bedenken, op de snelweg is het ook fijn als je een muziekje kan maken. Ik zie echt zo'n vrachtwagenchauffeur. Wacht even, ik kan dat liedje wel. Wacht even, ik moet me concentreren. Twee dingen tegelijk. Ik ben een man, dus dat wordt lastig. Dit is gewoon mijn missie, hè. Prachtig nummer. Wie hem kent, zet het onder in de comments, maar dat is niet zo moeilijk. Jongens, ik hield mijn gaspedaal niet eens in. Zie je, ik kan geen twee dingen tegelijk. Blazen en gassen, dat lukt gewoon niet. Wel gaaf deze omgeving, jongens. Kijk dan, ik zie daar een heel leuk literair cafeetje. Nee, ik zie daar gewoon een restaurantje, zo'n snackbar waar je dan vies kan vreten. En die prijzen, jongen, bij benzinestations. Oh! Oh, wat is dat prijzig. Echt waar. Bij de Albert Heijn is het al niet heel duur. Soms duur, soms niet. Ligt eraan of de aanbieding is. Maar serieus, ik was even de weg kwijt, zag je het? De weg kwijt. Nee. Hé, daar komt het vandaan. De weg kwijt zijn. Van, oh, waar is die? Oké, maar jongens, de Albert Heijn, die heeft gewoon goede dingen, spullen en die duur Lidl is natuurlijk nog goedkoper. Maar de benzinestations. We waren toen met een vriend, gingen we naar Duitsland. Dat hebben jullie in de fanmail gezien, een tijdje terug. Jongen, we gingen daar wat lekkers halen. Nou, ik had zo'n klein ijsje, zo'n bakje ijs. Ik weet het was super koud buiten, maar dikke YOLO. Ik dacht van, ik heb gewoon trek in ijs. En serieus, ik was iets van 3,50 euro kwijt voor zo'n klein bakje ijs. Dan was het ontzettend lekker. Dat was Ben & Jerry's sowieso duur. Voor mij was ik nog duurder kwijt hoor. 4 euro of zo. Dat was echt niet normaal. Ik dacht, oh my god, waarom doe ik dit? Maar ik dacht van, ja, ze zeggen dat Ben & Jerry lekker is. En ik eet het echt heel weinig. En ja, ik weet het. Ik zie wat jullie ook zien, jongens. Ik weet het. Ik negeer het even. Want waarschijnlijk is het onze concurrentie geweest. Het is een oude man. Het was een oude man. Ik weet niet of dat concurrentie was. Misschien is het wel de concurrentie, man. Ik weet het niet. Praha en München. We kunnen weer terug naar München trouwens. Als weer... Wat? Snelheidsboete? Er stond 110 kilometer. Hoe kan ik met mijn vrachtwagen nou een snelheidsboete krijgen? 500 euro. Nou, het gaat wel lekker, jongens. Jongen, laat ik nou niet weer te hard gaan rijden. Als ze nou eens even een beetje meter aangeven op de weg. 80 kilometer. Nou, hoe hard rij ik? 79. Jongen, zoveel jaar gedaan, weet je het nog niet. Nou, wat is even kijken, wat kunnen we nog meer kijken? Het rustmoment, over 4 uur zijn we aanwezig. Nou, dat is mooi. We moeten nog even volhouden. En dan zijn we bijna bij het plaatsje. Ik zie het al staan namelijk. Ik zie het al staan. Hoe huppelt mijn vrachtwagen en dek op en neer. De aardappelen stijgen al heen en alweer. We zitten niet in Spanje, jongens. We gaan namelijk naar Praha. En Praha is een plaatsje in Tsjechië. En ik heb nog geen grens iets gezien. Dus ik weet ook niet of we over de grens zijn al. Maar ik denk het wel. Voor mij zitten we al in Tsjechië, hoor, jongens. Ik vind de omgeving wel gaaf. Ik neem mijn woorden terug. Ik dacht, het is een beetje industriegebied allemaal. Maar het is juist heel erg... Ja, bebost. Ik vind het wel gaaf hoe ze dit allemaal hebben gemaakt.
Ik denk dat ze wel zoiets hadden van YOLO, we doen hier een bergje en daar een bergje. We gaan niet precies op de landkaart kijken van dit klopt of dit daar moet een berg staan. Dat lijkt me een te veel kosten voor de productie van het spel. Maar toch, het lijkt me toch wel heel veel tijd hierin gestoken om heel die mappen te maken. Ik denk het wel. En het is wel heel erg eentonig soms, maar daarom is het juist leuk als je weer dingen tegenkomt. Zoals, hè, die, ineens met die vorige aflevering dat we in het donker, of twee afleveringen terug, ik weet het even niet meer, dat ze met de weg bezig waren, dat we dan een versperring krijgen. Ik heb gehoord dat er ook files kunnen ontstaan in het spel. Dus ze hebben zoveel variatie gegeven in de game, dat het eigenlijk... Kijk, papi, zonder handen! Dat we eigenlijk... ja, dat het gewoon een heel leuk spel is, uiteindelijk. And yes! Here I go! We donderd en de bliksem en we zijn nog lang niet moe. We rijden vrachtwagenchauffeur alleen, ik weet alleen niet hoe. En die auto daar, wat vind je daar dan van? Nu moet ik op mijn remmen, ik krijg daar toch wat van? Nee! Zie die bossen, ik zie ze heel erg mooi. Het lijkt net een dierentuin zonder apenkooi. We zijn bijna in Tsjechië, dat kan je toch wel zien. Mijn horloge is gejat en mijn vrachtwagen misschien. Nee, dat kan niet. Nou. Veertig! I believe I can ride. I believe I can touch the sky. I believe I can ride. Oké, we gaan hier heel mooi op de weg. Een mooi bochtje. Een zuiver bochtje. Lantaarnpaal staat zowat op de weg. Die konden ze wel een beetje weg, verder weg van de weg af doen. Maar ze dachten van ja, de weg zit in de weg. Dus we kunnen daar niet op. Die weg kunnen we niet bouwen. Dus we doen hem naast de weg. Dan van ja, die lantaarnpaal moet toch weg. Dus we moeten hem gewoon naast de weg plaatsen. Dan zeggen we, oké, we doen hem naast de weg, maar dan wel dicht bij de weg. Zodat hij, maar dan niet op de weg, maar gewoon iets van de weg af. Dan hebben we dat ding ook weg, oké. Nou ja, zolang dat ding weg is en naast de weg staat, dan zijn we er ook vanaf en dan kan je hem gewoon planten. Oké. Dus vandaar 110. Onthouden we. 110. Ik ga nu gewoon volop gas ingedrukt houden en dat begrijp je wel. 110. Dubbele aantekening. Dubbele aantekening. Schrijf het op. 110. Jongens. Moet dit nou echt weer? 80. Oké. 80. Nee! In Tsjechië, schade. Frankfurt, fuck off met je Frankfurt. We gaan naar Tsjechië. Maar we zijn al in Tsjechië. Praha ontdekt. Nou jongens, we hebben Praha ontdekt. En het regent. Dus dat geeft geen goed teken van de stad Praha. Je mag hier 80, lijkt me raar. Er staan weer bordjes, hoe hard mag je hier? 60, 50. Oké, 50. Maar ik ga iets meer remmen. Oh! Oké, en een rotonde. Oh, dat moet je pas later doen, hè? Centrum? We gaan niet naar het centrum. We gaan naar de aardappelboer. Lekker hoor, weer zo'n weer. Sluit wel mooi de video mee af met het mooie weer. Het mooie Tsjechische weer en ik zie een hele mooie trein. Van Train Simulator natuurlijk, het spel. Dat kan je ook doen. Maar Train Simulator ga ik niet met een stuur doen. We willen enkel te gas en te remmen. Gaat ook nergens over. Ja, daarom hebben we zoiets van, ik ga geen Train Simulator spelen op mijn kanaal. Dat is het gewoon, ik heb het wel vaak gedaan, dat zeg ik je eerlijk. Ik heb wel eens Train Simulator gespeeld, 2008 geloof ik. En dan is het alleen maar gas en remmen. Dat is niet echt veel bijzonders. Maar toch is het aan de ene kant wel heel leuk, maar echt ontzettend saaie gameplay. Kijk, hier heb je nog een beetje speling op de weg. En zo'n vervelende zondagsrijder. Ja. Oké, we zijn er bijna. We gaan dadelijk naar links. En dan zijn we er bijna. We zijn er bijna. Zo, hoe ver is dat? We hebben 1% schade, helaas, aan de voorkant. Dus niet aan onze bulldozer. Oké, het is groen. Ik weet het, er is op ons gemakje, jongens. Op ons gemakje. Ik kan er weer achteruit steken. We hebben nog even tijd, dus dat kan ik zeker doen. Jongens, ik denk dat
70 of 80% die wagen niet zag die voor me stond. Wauw. Die stond even sneaky. Oh dear. Oh dear. Ja, 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 we gaan het krijgen hoor. Oké. Okay. Dan ga ik even de point van achteren doen. Oké. Okay. Let's go! Let's go! Passen! Kom op! Even kijken, dit is mooi zo. Verdikke me jongens, wat is dit vervelend? Als op mijn schuin jongens, we maken het uit. Nee! Ah ja, ja, la 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 la! I don't care. We hebben goed werk verricht. We zijn level 4 geworden. Dat betekent dat we weer een vaardigheidspunt erbij krijgen. Vaardigheid rang 2 zelfs. En dat betekent dat we een vaardigheidspunt weer bij lange afstanden mogen plaatsen. En dat betekent dat we dus leveringen tot 850 kilometer kunnen doen. Plus 50% krijgen een hoge beloning voor leveringsafstanden langer dan 550 kilometer. Dat betekent dat we dus meer lange afstanden kunnen krijgen. En dan de volgende keer gaan we dus waarschijnlijk bij milieuvriendelijk rijden, denk ik, wat doen. Ik weet ook niet wat dit is. Wat is dit? Gassen. Het transport van gevaarlijke goederen vereist goed opleidende professionals. Gebruik je ervaring voor het verkrijgen van het volgende... Oké. Okay. Gassen. Oké, dat heb ik nog niet. Maar we gaan hem hierbij doen. Kan ik hem hier trouwens min doen en daar plus doen? Nee. Zo. Oh, je kan voor milieuvrienden kan je kiezen. Je ADR. Oké, doen we volgende keer wel. Toepassen. Wauw. Nou, we zijn level 4 inmiddels. Het gaat steeds beter. We gaan steeds sneller levelen. En dat is goed nieuws voor onze vrachtwagen instructies. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En kijk zeker volgende keer weer terug naar een nieuwe vrachtwagen simulator. Eurotruck simulator op dit kanaal. En dan zie ik je volgende keer terug op de weg. Dat hoop ik dan, hè. Ja, hou je mond, stomme eend. Nou, hou je mond. Doei.